We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot morgen 3 mei. In het noorden blijft het droog, terwijl in het zuiden, het binnenland en op sommige plaatsen wat lichte tot matige regenbuien zullen voorkomen. Morgen zal het boven het kustgebied af en toe winderig zijn en op enkele plaatsen zal er in de middag sprake zijn van een lichte regenbui. Daarentegen zal er in het binnenland in de middag en avonduren wat lichte tot matige buien voorkomen die soms gepaard zullen gaan met onweer. De wind uit het noordoosten en oosten zal variëren met snelheden die oplopen tot 25 km per uur. De windsnelheid kan toenemen tot maximaal 40 km per uur. De temperatuur vandaag en morgen kan een minimum van 21 graden Celsius bereiken en een maximum van 33 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt wel dat morgen 3 mei het af en toe winderig kan worden, vooral langs de kust en in het binnenland met enkele matige onweersbuien.